Yo, allesamen mensen, en leuk dat jullie terugkijken naar alweer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag heb ik dus iets speciaals te zeggen tegen jullie. Want natuurlijk, beste mensen, ik ben voor de eerste keer zelfstandig geweest naar de Cinescope. Allee, zelfstandig naar de cinema, zo noemen we het. Dus eigenlijk, ja, hoe was mijn ervaring eigenlijk? Ik moet zeggen, ik ben wel tevreden. Oh my god! Natuurlijk, welke film ben ik gaan kijken? Natuurlijk, ik heb er vorige keer een review van overgemaakt over de Super Mario Bros. Movie. Ik wou die uiteindelijk zien en ik heb die gewoon gezien. Natuurlijk, ik ben ook al 22 jaar, maar is het echt de moeite om daarnaar te kijken? Ik denk het wel. Ik ga niet te veel spoilen, maar het is gewoon echt een fantastische film. Echt gewoon niet normaal, Want ik ben zelfstandig geweest en het is wat dat dan eigenlijk. Natuurlijk, zelfstandig gaan naar het cinema is misschien een makkie voor sommigen, maar voor mij was het niet zo gemakkelijk eigenlijk. Het is mijn eerste ervaring dat ik in zelfstandig helemaal alleen naar de cinema ging gaan. En ja, uiteindelijk, boom, het is gewoon gebeurd. Dus ik ben veilig thuis geraakt. Ik heb natuurlijk een trein moeten nemen van Sinterklaas. Of eigenlijk van Loker naar Sinterklaas heen en terug. Ik kan natuurlijk de volgende keer als ik nooit zelfstandig naar de film ga, ga ik eens mijn camera meepakken. En eens laten kijken hoe dat het was. Dus dat is gewoon fantastisch. Dus beste mensen, drum dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie tot in de volgende video's. Doei beste mensen, doei.